vierde dag, toen realiseerde ik me eigenlijk echt dat ik weg was. Dat ik nu echt op wereldreis was. En dat kwam omdat ik de Canarische eilanden zag. Omdat ik heb thuis altijd, al vanaf dat ik heel klein ben, waren de Canarische eilanden voor mij gewoon iets wat ver weg lag. Wat gewoon onbereikbaar was, waar ik nooit zou komen. Dus toen ik daar was, had ik echt zoiets van, wow, shit, ik ben hier. Ik heb een paar hele coole mensen ontmoet en we hebben het hele eiland samen verkend. Jezus. Ik voel me echt net zo'n berggeit. Ik heb al 5 keer gedacht dat we er bijna waren. En nu kunnen we bijna niet meer hoger. Vanaf de zee. De zee is daar. Over mensen die dat deden voor die wereldreis. Record te vestigen. Zoals Jessica uit Australië en Abby uit Amerika. Zij varen non-stop rond de wereld. En ja, ik wil dat niet doen omdat je dan gewoon weinig van de wereld ziet. Ik vind het gewoon heel leuk om andere landen, andere culturen te leren kennen. En ja, dat is een van de redenen waarom ik dus ook 2 jaar over mijn reis ga doen. Nou, ik ben weg. Ik ga eerst eventjes mijn vader laten weten dat ik dus inderdaad weg ben. Dus we gaan hem nu even bellen. Hey, nou, ik ga nu weg. Met golven? Nee, dat viel wel mee. Bij het strand, dat was natuurlijk een beetje een baai. Hè. Daar heb je niet zoveel last van. Alles bij de keuken uit, ja. Ja, zal ik doen. Ja, doe ik. Doeg! Oké, nou, dat hebben we gehad. Ouders, denk je hier wel aan, denk je daar wel aan. Doe voorzichtig. Fijn, doe voorzichtig. Ja, het afscheid was moeilijk.